Gemeenteraad van Brielle is unaniem. Niet nog meer windmolens in de omgeving van de historische vesting. Provincie, bekijk het maar, zoek het maar uit. Maar de provincie kijkt niet verder als zijn neus lang is. Molens zullen het zijn. Heel beperkt en heel dom. Binnen de oude vestingmuren van Brielle klinkt een vergelijkbaar geluid. Ik zie nou recht voor me, zie ik daar ook een windmolen draaien. Ja, ik vind dat we er al genoeg op die rij hebben, hoor. Ja, op zich vind ik het een goed idee, omdat dat groene stroom betekent, gunstig voor het milieu. Ja, dat nadeel is natuurlijk dat het er verschrikkelijk uitziet. Ik word daar heel boos over. De efficiëntie is lang zo groot niet als men beweert. Ze moeten zwaar gesubsidieerd worden en ze geven veel overlast. Bij de provincie Zuid-Holland zegt men dat men eerst nog een milieueffectrapportage moet opstellen. En daarna beslist provinciale staten. Maar in Brielle zijn ze des duivels. En dan te bedenken, PvdA-fractievoorzitter Yvonne de Groot is voorstander van alternatieve energie. Ik ben niet echt een milieufreak, maar dat wat ik kan doen, dat doe ik. Wij hebben overal ledlampjes in, we letten op ons energiegebruik. We zijn niet zo dat we in de kou gaan zitten, want daar houden we niet van. Maar alles waar je op kunt besparen, televisie 's avonds uitdoen. Via een gezamenlijke motie zullen meerdere gemeenteraden op Voorneputten zich uitspreken tegen de nieuwe windmolenplannen van de provincie. Daarnaast zijn er handtekeningenacties en een internetpetitie in voorbereiding. Als het van plan zijn, gaat het toch door. Ja, dat met alles toch zo. Laat het in ieder geval niet zomaar passeren. Ook al wil je het niet, maar laat het niet passeren.